Dag meneer, bent u de gelukkige bezitter van het beroemde bewijs met het klaverblad? Wel gefeliciteerd meneer. Dames en heren, mag ik even een applausje hebben voor deze meneer? Meneer Boordevol. Meneer Boordevol, als voorzitter van het stichtingsbestuur van deze internationale bloemententoonstelling is het mij een groot genoegen u als tienduizendste bezoeker welkom te mogen heten. Wij hadden gedacht u een aandenken te moeten geven. En... Ja, pardon, neem me niet kwalijk. Wat krijgen we nou? Echt niet. Met z'n tweeën kan niet, dat is onmogelijk. Echt niet. Hebt u allebei een klaverblad? Mag ik uw toegangsbewijs even zien? Uw toegangsbewijs? Ja. Je wilt jetten? Ja. Mag ik even... Ja, het u is goed. Op het uwe staat niks. Mm. Ja, ouwe heer heeft een toegangsbewijs met een klaverblad. Dat kan niet, dan zijn de biljetten verwisseld. Verwisseld? Ja. Ja, dat is mogelijk, maar... Ja. Ja, het spijt me verschrikkelijk voor u, meneer, maar dan heb ik pech gehad. De volgende keer beter zullen we maar denken. De volgende keer beter zullen we maar denken. Beter laat. Ja, dames en heren, mag ik dan nu even een applausje voor deze meneer? Meneer... Opa, zegt u maar opa. Meneer opa? Ja. Als voorzitter van het stichtingsbestuur van deze internationale bloemententoonstelling is het... mij een groot genoegen om u als tienduizendste bezoeker van onze plantenpracht hier vanavond welkom te mogen heten. Wij hadden gedacht u een aandenken te moeten geven en wel... Een brommer. Huh? Inderdaad, ja, een brommer. We hebben hem al zien staan. Meneer opa, van harte gefeliciteerd. Ja, en we zullen hem u thuis laten bezorgen. Ja, ik had hem graag meegenomen, gelijk. Gelijk ik wou nog meteen meenemen, ja. Oh. Gunt u me geen brommer? Jawel, jawel. Hier zijn de papieren. Als oh, zijn dat de papieren? Ja. Ach, mag ik misschien iemand even hebben die me helpt? Ja. Om die brommer eraf te zetten dan. Dag, jongen. Ja. Zo. Ja. Meneer. Meneer, mag ik u even tegenhouden achter het nieuws? Wij willen zo vreselijk graag weten hoe het nou precies zit met dat verwisselen van die briefjes. Ja, bent u van de televisie? Ja, hoe zat het daar nou mee met die briefjes? Is dat het elektrische fotografietoestel? Ja, maar geeft u nou even antwoord. Hoe zit het nou met die twee briefjes? Ja, de twee briefjes. Ja, ik denk dat je mama de brommer niet schuldt, hè? Ja. En wie bent u eigenlijk? Dat hebt u net ook niet gezegd. Hoe heet u? Bovenlicht. Opa Bovenlicht. Ik ben de opa van Gerrit, hè? Ja, ja. Gerrit is mijn kleinzoon, hè? Ja. Kijkt hij ook naar de televisie? Ja, hij kijkt vaak naar de televisie, ja. Ja. Mag ik mijn kleinzoon even... Ja, dat mag u, hè? Ja. Dag Gerrit. Dag. En mag ik u vragen, wat is uw... beroep geweest. U bent gepensioneerd nu? Ik ben... AOW gepensioneerd, ja. En wat was uw beroep vroeger? Wat deed u vroeger? Nou... Ja, zegt u het maar. Ja, ik was vroeger... inspecteur. Ja. Inspecteur? Ja, Gerrit. Ja. Wat inspecteerde u? Nou, dat gaat u geen meter aan. Dag meneer Hilterman.